stress kan soms ook heel fijn zijn. Als je een opdracht hebt en je weet van, dan moet het af zijn. Dan kan het soms ook wel helpen van, oké, nu ga ik echt aan de slag. En, want morgen moet het af zijn. En dan heb je wel de goede kant van stress of zo. Hoe ik doe het tegen stress. Ik kan er wel een cliché zeggen van vroeg naar bed, maar dat doet niet per se tel. Want als je vroeg in bed ligt, kan je ook nog 2 uur piekeren. Ik probeer zo min mogelijk 's avonds aan school te doen. Dus ik heb van tot 7 uur of 6:30, een beetje tot aan etenstijd. Doe ik iets aan school en daarna de avond is dan voor mezelf. Dan kan ik dus of sporten of kan ik film kijken, kan ik tv kijken, kan ik doen. Dan geef je je hersenen gewoon de rust die het eigenlijk nodig heeft en dan kan je het ook beter verwerken. En dat zorgt ook voor dat je, tenminste dat denk ik, dat je minder lang erin blijft hangen. Als je zegt van het moet af zijn. En zeker als je pas om 10 uur gaat beginnen, ja, dat heb ik überhaupt nooit gedaan. Maar dat zijn mensen die dan om 10 uur beginnen. Maar dat is 10 uur is wel de tijd dat het veel donkerder is. En zeker nu dat het echt donker is. En dat je dan, dat je lichaam ook al die stof melatonine gaat aanmaken. Dat je eigenlijk wil gaan slapen. Dus dan is het dus gewoon veel beter voor je geheugen ook volgens mij. Om dan gewoon niet meer 's avonds te werken. Oh!